Welkom bij een nieuwe High Society. Glitter en glamour in de Joriskerk bij de 25e proef Amersfoort. Nilia, mijn collega. Ik heb er zoveel zin in. Jij ook? Ja, dat wordt weer genieten vanavond. Hemelse gerechten in de kerk, in de Sint-Joriskerk. Ja. Komt helemaal goed. En vegetarisch heb ik al een paar bordjes gezien. Kan niet wachten. 25 jaar proef Amersfoort hier in de Joriskerk. Wij gaan smullen. Zeker weten. Wij gaan smullen. Ja, de proef heeft toch een bepaalde air over zich heen. Je ziet de familie weer. We zijn er weer. We zijn weer thuis. Want we zijn op de proef hier in de Joriskerk. Ja. Is dit jullie eerste deelname? Nee, voor het eerst keer in de Joriskerk, ja. Ja, dus de winterproef. Ik vind proeven is met name een zomerding. Maar dit is als aankijler voor de zomerproef ook wel de moeite waard. Prachtige locatie. Ik vind het heel mooi uitgelicht. Je ziet de prachtige Joriskerk ook eens in een heel ander licht. En er is wat te eten en wat te drinken bij. Ja. Of ik de stempel proef erop plak. Ja, het is meer een netwerkevent. Het is geëvolueerd vanuit Proef Je Netwerk. Dus het is echt voor de sponsors, voor de netwerktijgers. Maar wij zijn hier graag. Jouw restaurant hoeft dit soort dingen eigenlijk niet te doen, want jullie staan al op de kaart. Wij staan op menig kaart, ja. Dat is ook een gedeelte dat ik weer meedoe met de proef. En ik ben nu ook bezig samen met de organisatie van de proef om het ook weer het cachet te geven van. Hè? Ja. En laten we er gewoon eerlijk over zijn, want of je het eruit knipt of niet, dat moet je zelf weten. Maar ik zag wel wat naar beneden gaan. En met die zomerproef ook. En nou heb ik mezelf er hard voor gemaakt. Er moeten weer nieuwe deelnemers bij. Dat gaat ook lukken. We hebben 6 nieuwe gezichten. Voor de zomerproef? Ja, 6 nieuwe gezichten. Leuke gezichten. Echt, ik zeg, de proef is de eredivisie van de Amersfoortse horeca. Is het? En dat was een soort kozakkenboys aan het worden. En dat moeten we niet hebben. Stel de mensen even voor. Dit is Desley. Mijn steun en toeverlaten in zakelijk en privé. Dit is Job. Dit is een van mijn interim koks. Ja, aan de kant. En dit is Mart. En Mart is niet naar de kapper geweest. En daarom heeft hij een pet op. Want hij vindt zijn haar te lang. Maar we doen hem snel weer op. Maar daarom ziet hij wel eruit als Petje Pietje Mientje. Maar gelukkig hebben we andere dingen dan pindakaas. Okay. Wat kunnen de proevers vandaag nuttigen hier? We hebben steak en stoof. Dus we hebben het rauwe verhaal en we hebben het stuk gekookte verhaal. Dus we hebben het rauwe steak tartaar. Onze klassieker. En we hebben Black Angus stew. Dus stoofvlees zoals grootmoeder het maakte. Met rode kool, een appeltje en veel jus. We hebben een bord. En we hebben puree. En dan zou je zeggen, dat komt uit een zakje, maar dat is niet waar. Huisgemaakte puree. Alleen ik moet het wel warm houden, dus dat doe ik zo. En dan doen we een toefje puree. Ja, Joop. Een toefje puree. Maar dit is de heilige graal, hè? Kijk, daar komt hij aan, de heilige graal, hoor. Black Angus stew. Met echte jus. En dan rode kool. Met een appeltje erdoor. Daar komt hij. Ja, dus het is echt winterproef. Is dus winter. Dus kaneel, sterrenijs, lekkere dingen. Aangedacht. Nou, dit heeft nog wat weinig kleur. Oeh, snel, even voor de televisie. Hop, hop, hop. We hebben een zilver uitje. Een klein beetje zuur om het vet te breken. En voor de couleur, daar komt hij. 1, 2. Oh. Hartstikke idee. Peterselie. Dat is de finishing touch. Peterselie. We doen nog een klein beetje peper erop. Ja, dit is. Het is weer uniek. Yes, ik geef hem graag aan jou. Oh, kom aan. Joop, eet smaak. Ik hou van je. Ik hou ook van jou. Dankjewel. En ik hou van de proef. Oké. Jerry van Sloop. Ja, klopt. Klopt. En voor het zoveelste jaar lekker gezellig bij proeven dit jaar. Dus, stonden jullie er vorig jaar nou ook op de winterproef? Nee, winterproef hebben we vorig jaar niet gedaan, maar zomerproef wel. Echt al de laatste 9 edities, geloof ik. Klopt, dus, ik heb jullie zeker verleden jaar op de zomerproef gecheckt. Ja. Hoe is het om hier te staan? Eigenlijk altijd leuk. Het evenement is gewoon elk jaar weer beter.
Nou ja, hier sowieso leuk in de Sint-Joriskerk natuurlijk. Uitstraling is goed. Nou ja, ik hoop weer op een hoop publiek vanavond. En dan hoop ik vooral dat het de zomerproef weer tot een succes brengt. Maar dan sta je er weer. Ja, uiteraard. Ja. Hey, en sloop was toch, dacht ik, van twee? Ja, mijn kompion Jesper is er afgelopen zomer mee gestopt. Die vond het na 9 jaar ondernemerschap mooi geweest. En die zei van, ik ga toch echt wat anders doen. En ik ben nu alleen verder. En dat is goed te doen? Ja, is even wennen, maar ja... Nee. Voor de mensen die het nog niet weten, wat ik me niet kan voorstellen binnen Amersfoort, waar zit Sloop? Sloop zit op de Krommestraat, Krommestraat 60. We doen kleine gerechtjes, allemaal dezelfde prijs. Veel open wijnen, veel in combinatie met wijnen. De bieren pakken we er tegenwoordig ook bij, want ja, speciaal bieren zijn toch echt wel een dingetje aan het worden. Maar het gaat vooral om de wijnen, lekker formeel eten. Eten en drinken. Eten en drinken. Wat serveer jij vanavond? We hebben 2 gerechtjes. Eén gerechtje is parmaham met smeerbare olijven. Dus we hebben een soort van crèmeux gemaakt van olijven. En allerlei bereidingen van tomaat. Dus een beetje provinciaal, charcuterie-achtig gerechtje gebouwd. Ik wil het eigenlijk wel zien, hè, hoe jij dat doet. Zullen we hem even laten maken voor je? Alsjeblieft. Jamil gaat even dat prachtige gerecht voorbereiden. Wat Jerry net over had. Zeker. Vertel, kan je er wat terug? Gedroogde parmaham. En er komt 3 stukjes smeerbare olijven erbij. Dat zijn olijven? Ja. Ze lijken op olijven. Maar het is een crèmeux van olijf. Crèmeux is smeerbare olijf. Ja. Tomaat erbij. Om het maaf te maken. En dat was hem. Nou, dat ziet er heel prachtig uit. En hoe heet dit gerecht? Smeerbare olijven met gedroogde parmaham. En hebben jullie dit speciaal bedacht voor de proeven vanavond? Ja, zeker. Nou, dankjewel. We zijn ook mee bezig om een soort van een amnuse voor ons restaurant erbij te maken. Ja. Dus we dachten even uittesten met proef. Okay. Dus vandaar. Dan komt hij waarschijnlijk op de kaart ook nog. Ja, zeker. Nee. Ja. Jamil, dankjewel. Handig, hè? Ja. Alsjeblieft. Ja. De Krommestraat. Ja. Ja. Jullie zijn hier regelmatig vertegenwoordigd. Ja, klopt. Wat gaan jullie vandaag serveren? Vertel. Om te beginnen hebben we een procureur. Die is zacht gegaard. Met een lak van balsamico en koffie. Met een crème van gerookt spek. Met schuim van hooi. En een crumble van pijnboompitten, zwarte olijven en rijst met furikake. En als vegetarisch gerecht hebben we open ravioli van knol met een crème van blauwschimmel. Een schuim van jonge kaas, niet lachen. En gefermenteerde walnotendressing en een crumble van kletsenbrood. Dit wordt ons 3e jaar zomerproef, 2e keer onze winterproef. En blijft gewoon gezellig, is iedere keer een heel leuk feest. Dus als jullie gevraagd worden, is er geen twijfel, jullie zijn er? Voorlopig wel, absoluut, ja. Jullie zitten in de Krommestraat? Ja. Daar zitten diverse goede restaurants, Dick. Ja, het wordt steeds beter. Ja. Bloksnet verandert naar mij. We hebben nieuwe overburen, Pallas. Ook heel leuk. Maar dan vooral weer de eilandgriekse stijl. Ja, ik vind het alleen maar beter. Het wordt een topstraatje, man. Laat er lekker meer bij komen. Het is alleen maar goed, het restaurantstraatje van Amersfoort. Nogmaals, is een Chardonnay. Reserva uit Langedok. Is van Domenval. Wij hebben daar eigenlijk al van dag 1 en wij daar al de Fionier van. Wij zijn heel erg blij met het wijnhuis. Ook omdat het ieder jaar is weer dezelfde kwaliteit. En de wijn blijft altijd een beetje hetzelfde. Maar dit heeft zoveel smaak. Lekker krachtig, vet, complex. En zeker zo ook bij je schuim van al die kaas en je crème van al die kaas. Blijft heel mooi overeind staan. Dus wij vonden dat hij hem... Het complementeert elkaar. Ik hou even mijn mond en ik ga proeven. Ja, dat lijkt me beter. Het is en blijft een kerk. We kunnen niet onze barbecue neerzetten natuurlijk met onze saté en voor onze kokkies. Kokkies hebben vorige trouwens wel gedaan, dat ging goed. Ja. Maar dit jaar wou gewoon weer wat anders en iedere keer weer iets anders. Ja. Op zo'n proef blijft natuurlijk ons steen onze kokkies houden. Maar altijd aanvulling met weer nieuwe gerechten.
als het u niet erg vindt. Ja. U deed net een spray in de mond. Ja. Dat is ergens voor nodig. Ja, dat is om de smaakpapillen een beetje te kietelen. Zodat je een voorbereiding krijgt om zonder topping. Ja. Daar ben ik niet zo van. Het accent van de oester wat te benadrukken. Wat is de inhoud van het flesje? Enig idee? Nou, dan moet je dat aan de dokter vragen. Ja? Die heeft dat natuurlijk allemaal samengesteld. Maar het voelt lekker? Ja, dat voelt prima. Maar het is eigenlijk een beetje een soort droog. Geen ontsmettingsmiddel toch, hè? Nee, dat is het niet. Nee, als had ik wel een mondkapje. Maar zo zeggen wij altijd goeiedag. Zo zeggen wij goeiedag. Dan ga ik nu even naar hem toe. Ja, dat denk ik. Jij overhandigde die meneer naar dat flesje. Ja. Dat heeft te maken met de smaak. Het is een grappa spray. Een grappa spray, ja. Gemaakt van de Chardonnay druif. Wat wij doen is dat je verstuift het. Dat betekent dat dus de alcohol die zorgt ervoor dat je mond droog trekt. Waardoor je de oester des te beter smaakt en proeft. Dus het heeft een functie. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde effect wat wodka met kaviaar doet. Ja. Wodka trekt de mond droog, maakt hem schoon. Ja. Daarna de kaviaar proef je hem des te beter. We zijn tegenwoordig heel druk en succesvol met ons vis. Ja. Verse vis, iedere dag vanuit onze visbar. We hebben vanavond ook ceviche als hapje. Wil je dat even laten zien? Jasper, ik word naar jou verwezen. Ja. Jasper Stam, de sous-chef. Ja, absoluut. Leg maar even uit wat jullie serveren vandaag. Vandaag hebben we vegetarisch vis en uiteraard natuurlijk de oesters. Voor het vegetarisch hebben wij Little Jam, slaasoort met satékruiden, satéschuim. En daarbij ook nog sticky tofu. En de sticky tofu is ook een beetje aangemaakt met sambal bed. Dus ook lekker lokaal gemaakt. Ja. En dan hebben we de ceviche van Dorade. Daar hebben we daarbij wat duindoornbest en limoen. Daar is hij mee gegaard. En wat diverse wiersoorten. Dus om het lekker af te maken, nog een beetje een uitje. Dus heerlijk fris gerechtje. Komen deze gerechtjes ook in de toekomst op de kaart in het Bergpaviljoen zelf? Nou, deze staat al op de kaart. Die staat op de kaart? Ja, en die andere ook. Dus ja. We zijn er zeker van het heden. Dus werken er gewoon lekker mee, absoluut. Reacties? Heel goed, lovend. Ja, absoluut. Ja. We eten nu een oestertje met cacao. Dat is nieuw. Ja, de cacao en met passiefruit. Er zit een dressing van passie. Ja. En de cacao die maakt het mooi zacht. Mooi rond en heel lekker af. Proef is maar, dat nieuw? We hebben het wel eens vaker gedaan, maar ik weet niet zeker of we het al eens op proef hebben gedaan. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Paul. Ga je gang. Oh, heerlijk. Alleen maar. Heerlijk. Verrassend. Met die cacao dingetjes erover. Zonder, hè? Ja. Wat is de winterproef zonder Ruud Jansen? Dat zou bijna niet bestaan dan, hè, denk ik. Lekker bescheiden ben je ook. Ja, ja, ja. Hé, hartstikke leuk dat je er weer bent. Zeker weten. Ja? Wat betekent dit nou voor jou? Amersfoort is toch wel weer warm welkom. Ik als geboren en getogen Amersfoorter, ik vind het altijd wel een feestje hier in de kerk. Nou, kijk, alle festivals hebben zijn eigen publiek, zijn eigen plek waar ze staan. Maar het mooiste is van Proef Amersfoort, of het nu hier is dan op de kerk, met heel veel show en op een mooie plek. Of op onze nieuwe plek natuurlijk, bij de, hoe noem je dat ook alweer? De oliemolenhof. Ja, dat is het is de zomer. Ja. Maar dat zijn gewoon mooie plaatsen waar je mooi kan eten. Met mooi glaswerk, waar gewoon tot in details de puntjes op de i zijn. Ja, en wil je in het gras zitten bij een ander evenement, mag het ook. Ja, maar vandaag in de kerk is het weer feest. Is het weer met een mooi glas, met een mooi bordje, met een mooi bestek. Ja, en leuke gerechtjes en iedereen doet ze stinkend de best hiervoor. En wat serveer jij vanavond? Nou, we serveren natuurlijk iets van de Big Green Egg, want dat is natuurlijk wel het stempeltje van mij. Dat is jullie signatuur. Signatuurgerechtjes. En we hebben natuurlijk mooi staan rokengisten. We hebben Peking eend, we hebben pulled pork, we hebben buikspek. En ik heb mooie rib-ei, zo rib-roast. Ja, allemaal stoere dingen, lekkere dingen. Raymond Reis van Wijngaard. Aan de Brede Beek. Aan de Brede Beek in Nijkerk. In Nijkerk. Vertel eens, want Ruud had het net over heerlijke wijn, maar kunt u er iets over vertellen? Wij zijn vorig jaar uitgeroepen tot een van de drie constante wijnmakers van Nederland. Een van de mooiste wijngaarden.
En onze witte wijn is uitgeroepen tot de beste witte wijn van Nederland van het concours De Lage Landen. Oké. Dus die predicaat hebben wij. Doe maar. Ja. En wat is dat voor een druif wat jullie ervoor gebruiken? Wij hebben verschillende druiven, maar dus de beste wijn is van de Solarisdruif gemaakt. En daarnaast hebben we de Johanniter, dat is een Riesling. En we hebben de Muskaatdruif. En onze rode wijn hebben we twee soorten, dat is de Regent. Die is in 2018 uitgeroepen tot de mooiste rode wijn van Nederland. En we hebben de Cabernet Cortes. Hebben we hem hier staan? Hier hebben we hem staan. Okay. Dat is de Regent. Dat is de Solaris. Die heeft dus de predicaat mooiste witte wijn. Okay. Met de twee zegels van Duitsland oorsprong en van de Lage Landen. Dus we hebben van twee verschillende concours hebben wij zilver gehaald. En de rode wijn heeft goud gehaald. Dat is een wat oudere wijn. Die is van 2016. Die heeft een jaar op het hout gelegen. En die is toen uitgeroepen in 2018 tot de mooiste rode wijn van Nederlandse oorsprong. Hey Habibi, wat is hier te zien? Ja, niks. Ik ben aan het opruimen. Je bent niet aan het serveren? Nee. Jawel. Maar ook dit tussendoor, hè? Oh ja. Van alles. Maar waarom laat je dat niet doen? Ja, ik moet zelf werken. Moet je... Hey, zullen we even gaan staan voor het interview? Ja. Wij serveren een pastijtje. Ja. Ons beroemd pastijtje. Ja. Gevuld met kruidige kip. Briwat noemen we dat. En Joost heeft voor het eerst, onze chef, heeft voor het eerst een salade met rode biet, little gem, geconfijte ui, kikkeretten. Echt super healthy. Vegan ook. Mijn hemel, komt het ook op de kaart in het restaurant? Dat denk ik wel, ja. Is het een succes? Zeker. En daar ga jij voor zorgen? Ja, sowieso de briwat die staat meestal wel op de kaart. En de bietensalade die we nu hebben, die staat gedeeltelijk zo op de kaart. Maar dan serveren we er nog eigenlijk gerookte eend bij. Aha. Dus het is een beetje een creatie van wat op de kaart staat. Maar ja, we moesten dan even vegetarisch. Dus zo kom je op een mooi gerechtje. De eerste fase, daarna? Confijten, rode ui en gerooste rode biet. Dat doen we twee eetlepeltjes op een bordje. Hartstikke lekker. Zoals ik altijd zeg, zalig. Ja. Is ook mooi hier in de kerk natuurlijk, dat zalig. Ja. En dan hebben we hier de knoflooklapne. Een blauwe spuitzak. Ja, daar zit knoflooklapne in. En lapne is eigenlijk een soort van hang-op. Dat klinkt me bekend in de oren. Ja. Alleen, laat zeggen... Oh, ik ruik het al. Lekker hè, die knoflook. Ja. Heerlijk. En dan hebben we nog een hele mooie kruidenolijfolie. Ja. Met lekker munt, koriander, knoflook, peterselie. En dan is de salade klaar. Ik zie jou net, je krijgt net een bestelling door. Ja, dat klopt. Wat ga je maken? Nou, we hebben een lekkere zuurkoolstampot met zachtgegaarde sucade. Die is lang gegaard, lekker zacht is van structuur. Goede wildjuur, lekker krachtig op smaak. Met een krokantje van grillworst en gegrilde en gefrituurde aardappel. Nou, dat heeft hij uitstekend verwoord. Ik kan het niet beter. We zitten hier in de Joriskerk, proeven Amersfoort. Jullie zijn met de zomerproef weer present. Ja. Met twee standjes. Eigenlijk elk jaar. Eén voor het zoete en één voor het hartige. Ja. En dan een uitgebreide wijnbar die ingevuld wordt door onze wijnleverancier. Dus het wordt weer een feestje, hoop ik. Robert Jammercuur, dankjewel. Dankjewel, fijne avond. Okay, jullie ook. En hier staan we weer lekker met Joris in de Sint-Joriskerk. Dacht ik. Hoe mooi is dat? Ja, heerlijk toch? Kan toch niet echt kapot. Als thuiskomen. Dit soort dingen, dit geeft ons zoveel goede, positieve energie. Wat wij altijd weer in de winkel terugkrijgen. Dus dat is gewoon, dat is te gek. Ja. Mooi, ik heb een scoop voor je. Ja, echt. Vertel. Ja, we gaan wat nieuws doen vanaf 11 maart. En dat doe ik niet alleen. Scoop. Sorry. We hebben een scoop. Ik doe dat samen met Robert Jan Mercuur. Gaan wij in zijn nieuwe pand op de Nijverheidsweg Noord gaan we een broodjeszaak openen. Buns & Beans heet het. Nou, ja. Rob, heb je even? Kom je eens even bij, wat horen we? Wat heb je? Jullie gaan een samenwerking aan? Ja. Buns & Beans voor de lekkerste broodjes op de Isselt. Vanaf 11 maart zijn we open.
Want het moest wel geheim blijven, Joris. Oh, mocht ik nog niet... sorry. Bij deze. Maar echt mooie broodjes. We gaan ons wel een klein beetje onderscheiden van de rest. Nou ja, niet alleen broodjes. Hè. Dus kijk, je kan bij elk tankstation op de Isselt wel een broodje halen. Maar we gaan ook misschien een klein pizzaatje doen. Maar misschien ook wel een pokerbolletje. Of salade, verse soepen. Dus heel divers, maar allemaal take-out. En echt gericht op dat bedrijfterrein. Ja. Dus die bedrijven die daar zitten, de mensen die langs rijden. Het is niet de bedoeling dat je te lang zit. Gewoon lekker afhalen, takeaway koffie en door. Dat, niet te lang zitten, gewoon komen en gaan. Ja. Ja, dat is het nieuwtje. De eerste wel, nieuwtje, toch? Ja, joh. Heel. Hartstikke leuk. We komen zeker kijken. En op 11 maart op de Isselt. Heel leuk. Je bent van harte welkom. Lucas Obbema. Ja. Jij hebt de supervisie over de mbo-leerlingen. Ja, correct. Welke richting? Dit zijn allemaal niveau 4 studenten. Zijn eerstejaars niveau 4 studenten. En ik mag hier als instructeur samen met hun zorgen dat de gasten een leuke avond hebben. En dat er voldoende wordt uitgeruimd en dat ze met een glimlach hier rondlopen. Jullie zitten waar? Wij zitten Leerhotel het Klooster. Dat zit in Amersfoort, net buiten Amersfoort, op de berg. Vlak bij de Stichtse Rotonde. En dit hoort bij de opleiding? Ja, dit hoort zeker bij de opleiding. Ze hebben 2 dagen praktijkles. En die praktijk die kan meestal de studenten die we nu meegenomen hebben, die hebben bijvoorbeeld op woensdag, donderdag. Nou ja, en dan komen ze of van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags of van 3 tot 10:30. Ik ben Hendrik Blom en ik ben eigenaar van Plek Coffee & Supplies. En wij branden onze eigen koffie. Dat gebeurt bij Special Roast in Amersfoort. Dat zit naast Rauw en dan achterin rechts. Wat is het adres? Kaliumweg nummer 10. Daar hebben we onze branderij. En op de Stuwdam nummer 45, daar zit Black. Oké, okay, en daar kunnen we allemaal lekker koffie komen proeven. Daar kun je allemaal lekker komen. En wat is nou, wat onderscheidt jullie koffie nou van een gewone, lekkere... Douwe Egberts, bijvoorbeeld. He? Van een Senseo bijvoorbeeld. Nou, wat wij doen, er is best wel veel aan de hand met de koffiemarkt. Hè? De koffieboeren die moeten eigenlijk produceren onder de kostprijs. Dus ze krijgen minder dat ze kwijt zijn voor het verbouwen van de koffie. En wat wij proberen te doen met deze koffie die we bijvoorbeeld hier schenken, is om rechtstreeks in te kopen bij de boeren. Waardoor de boeren eigenlijk een premium krijgen die ze normaal kwijt zijn aan tussenhandelaren. Waardoor ze eigenlijk een beter bestaan aan het opbouwen zijn. Ik zei vanavond tegen mijn moeder, ik ben voor het eerst van mijn leven in de kerk geweest van Amersfoort, Sint-Joriskerk. En toen zei ze, nou je bent er niet voor het eerst geweest, want je bent er gedoopt. Oh, nou kijk, dat is toch mooi. Dus dat is wel leuk, ja. Dus de kring is een beetje terug. Wat is uw lekkerste bak koffie? Een dubbel espresso. Dank u wel. Alsjeblieft, graag gedaan. Wat is de winterproef zonder Timo Braken? Nou, de winterproef zal altijd de winterproef zijn. Een proef zal er ook zijn als ik er niet meer ben. Want proef staat op zichzelf. Proef is een fantastisch evenement. In Amersfoort, hoort bij Amersfoort. En zal, wat, als het aan mij ligt, en daarom sta ik hier, ook nog heel lang in Amersfoort blijven. Jij doet het fantastisch, want het gaat gewoon als een tierenlier. Het gaat als een geweldige trein. Deze vandaag, vanavond, deze winterproef. Want hoe kijk jij erop terug? Ja, we staan natuurlijk eigenlijk nog middenin. Maar ja, kijk om je heen. Je ziet mensen die elkaar ontmoeten in een prachtige ambiance. In een schitterende locatie. Ik bedoel, Sint-Joriskerk. Uniek gebouw midden in de stad hier. Fantastische deelnemers die fantastisch eten serveren. Heerlijke sfeer, ja. Waarom zou je hier niet elke avond willen zijn? Zou je precies, jongens. Wat doe je? Waarom ben je er niet, zou ik willen zeggen. Waarom ben je vraag, er niet? Ja. Ja, goed. Nou, dit is natuurlijk de opstap naar prachtig dadelijk. Hè? De zomerproef. Ja, de zomerproef. Ja. En die is van? Die is van 20 tot 24 mei. Weer in de Nieuwe Stad op de Oliemolenhof. Zoals jullie kennen van ons altijd met Hemelvaart. Starten we traditioneel met de voorproevenavond op woensdag. En dan donderdag tot en met zondag is iedereen welkom om al het moois weer te proeven. En dit jaar de 25e editie. Dus we zijn een beetje jarig. En als je jarig bent, trakteer je. Dus we gaan hele mooie dingen doen. We gaan nieuwe deelnemers begroeten. Oude deelnemers terug begroeten. Die komen gast koken. Er is heel veel reuring. En buiten dat is er nog iets heel moois. We hebben een prachtig hoofdsponsorschip met Lomans. Maar ja, vanavond hebben we mogen verkondigen dat we een nieuwe hoofdsponsor erbij hebben. Iets waar wij als proef heel blij mee zijn en waar ik toch even uw aandacht voor wil. Dus ik wil graag mijn gast even op het podium. Ik kom even naast staan. Ik ga hem de microfoon geven en hij gaat u iets moois vertellen. Ja, Timo, dankjewel. Hallo?
Hallo, goedenavond. Nieuwe hoofdsponsor. Ja, nieuwe hoofdsponsor. Ja, fantastisch toch? En jij bent? Edwin Verkoorlaar. Van? Excellent. Ja. Fantastisch. En waarom hebben jullie gekozen voor Proef Amersfoort? Nou, ik ben zelf geboren Amersfoorter. Dus echt geboren en getogen. En echt als Amersfoorts bedrijf, excellent, is de Proef Amersfoort natuurlijk een fantastisch bedrijf. Fantastische organisatie. Wij komen al echt sinds jaren en dag op uitnodiging van Lomans bij de proef. En wij kwamen in aanraking met Timo, in contact met Timo. En toen dachten we, ja, laten we nu gewoon gezamenlijk als cadeau voor Timo ook met name starten met het 25-jarige jubileum. Om het hoofdsponsorschap te gaan delen met Lomans. Dus we dachten, nou, dit wordt echt de eerste stap. Dus ja, wij zijn echt heel trots op het feit dat we daar de mogelijkheid voor krijgen om dit jaar samen met Lomans het hoofdsponsorschap te delen. En wij kijken uit naar een jarenlange samenwerking om echt dit mooie, eigenlijk de traditie in Amersfoort van de proef, die toch wel neer is gezet op de Hof. Die echt nog een stap bij is gezet op de nieuwe locatie. Om dat toch daar een steentje in bij te mogen dragen. En als Amersfoortse organisatie vinden we dat gewoon heel fijn. De Amersfoortse traditie in stand houden. Als je ziet wat wij als proef willen en waar we voor staan en waar Excellent voor staat. En ook Lomans. Ja, een ideale combinatie. En voor proef ook weer een blik in de toekomst. Waarin het doorbedrijf als Excellent en Lomans het gaat lukken. Om nog een aantal jaren, misschien nog wel 25 jaar erbij, proef in de stad te behouden. Lijkt mij een heel mooi streven. Hoe mooi zou dat zijn? Dat is denk ik niet eens misschien. Als je kijkt naar de cultuur van de organisatie van Lomans, een echt familiebedrijf. Wij hebben ook de roots in een familiebedrijf. Qua cultuur. We zijn natuurlijk vitaalste bedrijf in de provincie Utrecht, dus Excellent. En daar hoort een concept als de proef ook bij. Want vitaliteit, denken veel mensen, ja, sporten, gezond eten. Maar dat is ook leuke dingen doen. En dat is ook leuke dingen doen samen met je collega's, samen met je relaties en je partners. Dus wij zijn ontzettend trots op het feit dat we de mogelijkheid krijgen om hier nu ook iets te gaan doen, gewoon lokaal in Amersfoort. Dus ik denk dat we daar een jarenlange mooie samenwerking tegemoet gaan zien. Ja, we gaan ervoor. Daar gaan we zeker voor. Ja, daar gaan we zeker. Jongens, het staat nu vast, hè? Het staat niet meer kan. We kunnen niet meer terug. Nee. Nee. Okay. Nee. En als laatste, iedereen dus weer komen in mei, 20 tot en met 24 mei, op de proef in de Olimhof op de Nieuwe Stad. Niemand mag het missen. Niemand mag het missen. Het feestje van het jaar. Dit mag je niet missen. Nee, daar moet je bij zijn. Jongens, dankjewel. Mannen, hartstikke bedankt. En ik wens jullie een hele fijne avond. Jij ook. Dankjewel. Dankjewel, Edwin. We gaan er een succes van maken. Ja.